Vandaag is de tweede dag lopen van een tweedaagse wandeltocht die ik aan het maken ben. Van Lunteren naar Otterlo. En weer van Otterlo naar Lunteren via een omweg. Ik heb eerst een stukje Veluwe Zwerfpad gelopen. Daarna een klein tussenstukje trekvogelpad. En dan weer pakte ik weer het zwerfvogelpad op. Dus nou, ik zal je in de bijbehorende blog wel precies vertellen wat ik aan het doen ben. Of wat ik heb gedaan. Tussendoor heb ik geslapen op natuurkampeerterrein Beek en Hei. Het is een heel mooie tocht. Hij is ook heel geschikt om als eerste echt serieus tweedaagse tocht te lopen. Dus die raad ik je echt aan. Wat ik wel vond is dat de tweede dag sturen de makers van het Veluwe Zwerfpad je wel erg vaak over allerlei fietspaden. En zeker, het is nu zomer en dus zijn er enorme drommen, racefietsers en allemaal dat soort mensen die ook heel erg van de Veluwe willen genieten, maar dan heel hard over de fietspaden scheuren. Begrijpelijk. Maar ja, als wandelaar moet je telkens van het fietspad af en dat is niet zo prettig. Of je moet de hele tijd op een zandpad, een paardenpad ernaast sloffen, maar dat is ook heel vermoeiend, dus dat heb ik niet gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, ben er klaar mee. Ik duik een zijpad in. En dat is kun je heel goed doen met behulp van de app Maps.me. Dus dat zal ik nog wel uitleggen in het blog. Dus nou, die vrijheid heb ik genomen om het een beetje naar mijn smaak aan te pakken. Nou, de tocht kenmerkt zich door ontzettend veel prachtig heide- en stuifzandlandschap. Echt ongelooflijk mooi. Je weet niet half hoe mooi Nederland is. En het is ook zo dat, behalve op die zogenoemde die fietspaden die ik net noemde, het is overal zo rustig. Je komt geen kip tegen, dus hoezo Nederland te vol? Nou, kom maar naar de Veluwe, dan weet je dat het allemaal best wel meevalt. Nou, lees mijn blog om ideeën op te doen voor je eigen tweedaagse trektocht. En heel veel plezier er alvast mee.